Welkom bij Vera D. Diep en krachtig rekken. Laten we starten. Kom aan de voorkant van uw mat. Adem in. Hef de armen omhoog. Staande achteroverbuiging. Buig vanuit de heupen naar voren. Kom in de lunge. Linkerbeen gaat achter. Hoge lunge. Breng uw linkerhand naast uw rechtervoet en draai zijwaarts. Kom in plankhouding. Buig de ellebogen in stafhouding op handen en tenen. Kom in opwaartse hond. En neerwaartse hond. Breng de linkervoet naar voren. Lage lunge. En kom in staande vooroverbuiging. Adem in. Hef de armen omhoog. En naar achter. Adem uit. Staande vooroverbuiging. Breng het rechterbeen naar achteren. Hoge lunge. Draai de romp naar links. Gedraaide zijwaartse hoekhouding. Kom in plank. Stafhouding op handen en tenen. Van hieruit gaan we naar de opwaartse hond. Neerwaartse hond. Breng het rechtervoet naar voren. Laag lunge. En breng de voeten samen in staande vooroverbuiging. Wij hernemen heel de serie. Adem in, buig naar achter. Adem uit en kom in berghouding. Adem in, buig achterover. Buig vanuit de heupen naar voren, staande vooroverbuiging. Kom in de lunge. Linkervoet naar achteren. Hef de armen omhoog voor hoge lunge. Breng je linkerhand naast je rechtervoet voor gedraaide zijwaartse hoekhouding. Plank. Buig de ellebogen voor stafhouding op handen en tenen. Opwaartse hond. Kom in neerwaartse hond. Lage lunge. Rechtervoet naar voren. En breng de voeten samen in staande vooroverbuiging. Hef de armen omhoog en naar achteren. Vooruit. Staande vooroverbuiging. Hoge lunge. Rechtervoet naar achter. Kom in gedraaide zijwaartse hoekhouding, romp van het scherm wegdraaien. Kom in plank.
Buig de ellebogen, lage plank of stafhouding op handen en tenen. Opwaartse hond. Neerwaartse hond. Linkerbeen naar voren. En breng de voeten samen in staande vooroverbuiging. Hef de romp omhoog, armen omhoog. Staande achteroverbuiging. En breng de handen naast u zij. Kom naar de vloer, buig voorover. Buig de knieën. En ga zitten op de vloer. Knieën gebogen. Voetzolen op de grond. Adem een paar keer in en uit. Strek de armen, de handen en vingers naar voren. Leun naar achter en til de onderbenen van de grond. Armen en onderbenen zijn evenwijdig aan de grond. De boot. Ons eerste houding. Strek de benen verder zodat het lichaam een V vormt. De tenen zijn gespitst. Deze oefening versterkt de spier van de buik, de benen en de rug. Houd de rug recht en gestrekt. Laat los, breng de voetzolen op de grond. Adem diep in en uit en bereid uw lichaam voor op de volgende houding. In en uit ademen. Neem de grote tenen met twee vingers vast en trek de benen naar je gezicht toe. Houd de benen gestrekt. De ruggengraat moet gestrekt zijn. Voor de dubbele dikke teenstrekking. Hier gaan we een paar ademhalingen in deze houding blijven. Rustig in en uitademen. Blijf rustig in en uitademen. Laat los. Breng de voetzolen op de grond. Ga rechtop zitten met de knieën licht gebogen en de voetzolen op de grond. De handen staan op de grond naast u. De vingers wijzen naar voren. Adem in en verplaats het lichaamsgewicht naar voren. Houd de benen evenwijdig. Breng de heupen omhoog en strek de ellebogen. Laat los en kom in beginhouding. Omhoog. Opwaartse tafel of halve brug. Omlaag. Adem in, omhoog, opwaartse tafel, omlaag, dynamische versie van de opwaartse tafel, omhoog,
Hoofd naar achteren. Omlaag. Omhoog. Hoofd naar achteren, knie over enkel. En omlaag. Omhoog. Dynamische versie van de opwaartse tafel. Omlaag. Adem uit. Adem in. Omhoog. Adem uit. Omlaag. Opwaarts plank. Strek de benen voor je uit en tegen elkaar. Zet de armen achter u. De vingers wijzen naar u toe. Haal diep in en uit en til de heupen en de borst omhoog. Voet zo plat mogelijk tegen de grond. Laat het hoofd achterover hangen. En sterke oefening. Blijf diep in en uitademen. Laat los en kom naar de vloer. Kom in strekzit en buig vanuit de heupen voorover om te herstellen van de opwaartse plank. Adem een paar keer in en uit. Laat los, kruis de benen en rol naar voren in buiklig. Voor de dynamische versie van de boog. Voorhoofd op de grond. Armen gestrekt naast uw lichaam. Handpalmen naar boven gericht. Hef de schouders, borst en hoofd omhoog. Omlaag. Hef borst, schouders en hoofd omhoog. Omlaag. En laat los. Adem in. Benen, armen, hoofd, borst en schouders omhoog. Adem uit en ontspan. Adem in. Borst, schouders, hoofd omhoog. Adem uit en ontspan. Adem in en balanceer op je buik en je heupen. We gaan naar de statische versie. Adem in en maak de boog af door de onderbenen te buigen en de voeten of enkels vast te grijpen. Richt uw aandacht op het strekken van de voorkant van het lichaam. Blijf een paar ademhalingen in deze houding. Goed voor de wervelkolom. Voor het strekken van de voorkant van het lichaam. Laat los en bereid u voor op de halve boog. Breng de ellebogen onder de schouders. Adem in. En buig de rechterknie en neem met uw rechterhand de enkel vast. Duw met uw voorste arm de schouders en borst omhoog. Rustig in- en uitademen. Laat los. Herstellen, een paar keer inademen.
Adem in en buig uw linkerknie. En neem met uw linkerhand de enkel vast. Duw met uw voorste arm de borst, schouders omhoog. Laat los. Kruis met je rechterbeen of voorste been over het andere been. Laat los, kom naar het midden. Kruis uw linkerbeen over het rechterbeen. En laat los. Sphinxhouding. Kom in handen-kniehouding en maak de rug rond. Maak een ronde rug en breng het zitvlak naar de hielen toe. Kindhouding. Laat los, kom omhoog met ronde rug. En kom in kleermakerszit, kruis de benen over elkaar. Adem in en strek de armen omhoog, strekken. Adem uit, zijwaartse buiging naar links, naar het midden. Adem in, strek de arm omhoog. Adem uit, zijwaartse buiging naar rechts. En we gaan naar de dynamische spreidzit. Zij- en voorwaartse buigingen. Laten we beginnen. Adem in, strek de armen langs het hoofd. Draai vanuit het middel naar voren. Draai naar links en buig naar voren vanuit de heupen. Naar het midden, buig voorover naar het midden. Armen langs het hoofd, naar rechts. Naar links. En vooroverbuiging naar het midden. Armen omhoog, dynamische spreidzit, naar rechts, naar links, voorwaarts, hef de armen omhoog, draai de romp naar rechts, draai de romp, buig naar links, naar het midden, armen achterwaarts, vooroverbuiging, hef de armen omhoog, draai naar rechts, omhoog, draai naar links, omhoog, vooroverbuiging, omhoog, hef de armen over het hoofd en laat los. Even herstellen, een paar keren diep in en uitademen, diep in en uit. Kom in kleermakerszit, we gaan de oefening eindigen, we gaan de workout eindigen. Jullie hebben goed gewerkt,
Laten we nu ontspannen. Adem rustig in en uit. Buig voorover. Inademen, uitademen, draai naar rechts. Draai naar links. Een paar keer in- en uitademen, draai het hoofd. Kantel het hoofd naar rechts. Kantel het hoofd naar links. Naar voren, naar achteren, kantel het hoofd naar rechts, naar links, naar voren, naar achteren. Zo. Dit was het. Bedankt om mee te doen en hopelijk vond je het leuk. Dag en tot volgende keer.